oorlog in de Gazastrook. En we willen weer beginnen met een vraag van een jongere. Hoe zit het met de westelijke Jordaan-oever? Dat is toch ook van de Palestijnen? Waarom wordt er alleen bij en in de dichtbevolkte Gazastrook gevochten? Ja, heel terecht wordt hier de westelijke Jordaan-oever genoemd. Daar hebben we het nog niet zoveel over gehad. Waarom wordt er op dit moment bij de Gazastrook gevochten en niet ook in de westelijke Jordaan-oever, André? Ik heb het eigenlijk nooit over de westelijke Jordaan-oever. Want daar zit ook een heel verhaal achter. Kijk. Maar het is, wij op de ambassade hebben het ook altijd over Judea en Samaria. Ja. Dat is het noordelijke stuk. Dus het is een rechthoekig stuk land met Jeruzalem in het midden. En het noordelijke stuk is dan Samaria. Daar ligt ook Sichem bijvoorbeeld. Dat is een stad die vroeger de hoofdstad van Israël, van het oude koninkrijk Israël is geweest. Kijk, daar heb je hem. Het is een beetje rechthoek met een hap eruit. In die hap zit Jeruzalem. En het zuidelijke deel is Judea. Ja. Dus, en ik gebruik bewust die Joodse benaming, de Bijbelse benaming ook voor dat gebied. Omdat het laat zien dat Israël en dat het Joodse volk daar ook rechten heeft. Het is niet alleen maar iets wat hebberig ingepikt wil worden. Nee, het is iets waar over gepraat moet worden. Het zijn omstreden gebieden, betwiste gebieden. In de westelijke Jordaanhoever, om dat toch maar even aan te houden nu, in Judea en Samaria is het wel. Daar is een andere Palestijnse partij aan de macht, Fatah, die dus ook in Gaza oorspronkelijk aan voorheen, de macht was. Voorheen. Voor Hamas, ja. Het is wel zo, we weten het niet precies, want echt goede peilingen worden niet zo erg gehouden. Maar we denken wel dat als er nu verkiezingen worden gehouden, wint Hamas daar ook. Ja, en ook de ook christenen, Palestijnse christenen daar, moeten echt uitkijken wat ze zeggen en doen. En als ze niet helemaal doen volgens het boekje van Hamas, dan gaat ze s'avonds de deur. Maar zouden dat dan eerlijke verkiezingen zijn? Is dat, ja, dat weet je nog. Dat weet je niet. Nee. Dat is echt heel moeilijk voor ons. Daar is nu een oude baas aan de. Ja, dat is eigenlijk een schurk ook. Die ontkent dat de Holocaust is heeft plaatsgevonden. Okay. Zo'n hele rare man. Dus hij is ook Abbas. Niet onomstreden. Ja, die is dik in de 80. Die heeft voor het laatst verkiezingen gehouden, ik geloof 14 jaar geleden of zo. Dat zegt iets over de democratische land, het zegt iets over wat voor een fijn land het ook is. Er is op een gegeven moment even sprake van geweest dat ze misschien gebied waar de Joodse dorpen in Judea en Samaria zitten, dus de nederzettingen, dat bij Israël zou komen en dat dan een stuk Arabisch gebied in Galilea, dat bij de Palestijnse staat zou. Nou, die mensen stonden meteen op straat. Ja. Die bedanken daar heel hartelijk en feestelijk voor. Want ze weten dat al hun rechten en al hun goede leven met één weg is, zeg maar. Dus het is, de mensen die, als je wieg daar gestaan hebt, ben je niet te benijden. Heel simpel. Ja. En dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld, dat je hoort dat dus in het noorden veel Arabische dorpjes gewoon een goed leven hebben en het dus prima hebben onder de regering van Israël. Ja. Ja. En grote aantallen van die mensen zitten nu in het Israëlische leger. Die staan aan de grens met Libanon of bij Gazastrook, zeg maar. Ik heb een keer een buschauffeur gehad in Israël. Was ik met een reis op pad, een reisgezelschap. En die heet Mustafa. Dus ik vind een praatje. Je gaat even voorzichtig van wat zou die vinden en zo. Maar nee, die was heel hoog. Op een gegeven moment zat hij te toeteren naar een grote truck die voorbij kwam. Een trailer met een tanker op. Ja, hij zegt, er zijn mensen uit mijn dorp. Oh. Zeg maar, je bent toch Arabisch? Ja, zegt hij. Wat dacht je? Hij zegt, het is even goed mijn land, hè? Ja. Als ze voor de Joden komen, komen ze ook voor mij. Zo. Het is goed om dat beeld even te stellen. Ja. Maar het hangt natuurlijk in de lucht. Israël gaat Gaza aanvallen. En dan vraagt iemand, wat is het uiteindelijke doel wat men wil bereiken? En zal het ze lukken om Hamas uit te schakelen? En ondertussen ook nog onschuldige burgers zoveel mogelijk ongemoeid te laten? Ja, dat is even een van de volgende vragen. Zal ik beginnen? Jij mag aftrappen. Dan gaan wij aanvullen. Maar aanvullen aan, hè? Ja. Maar, juist. Nou ja, kijk, ik ben ook niet bij die vergaderingen van de generale staf geweest. Jammer. Dus ik kan niet vertellen van, jongens, hebben we een kaartje? Ja. We gaan het, een routeplan. Dus, maar het is wel zo dat de reactie van Israël moet nu iets anders zijn als alle andere keren. We hebben raketbeschietingen en gevechten gehad in de Gazastrook in 2008, 2014, 2019, 2021 en nu. Ja. Dus je kunt niet door blijven leven. En zeker niet naar wat er nu is gebeurd. Nu ze eruit kwamen en tot in Israël aan het moorden zijn geslagen. Dus dit dat was kan anders. Niet meer. Ja. Dit was echt de limit, zeg maar. En dat vraagt ook om een andere reactie van Israël. Ja. Ja. Dus nogmaals, ik weet dus niet precies wat de planning is. Maar mijn hoogste baas, dat is de minister van Buitenlandse Zaken, heeft vandaag nog gezegd, wij willen de Israëlische verantwoordelijkheid over Gaza beëindigen. Wij willen er van af.
Hoe ze dat gaan doen, nou, dat is even dan de vraag. Ja, Egypte houdt de grens stijf dicht. Die wil ze ook niet hebben. Ja. Daar wil ik ook nog wel eens een mooi artikel over lezen in bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad. Ja, gaat niet gebeuren, denk ik. Oh, dat mis jij in de media, ja, dat mis ik absoluut. Dat, ik bedoel, het is veelzeggend volgens mij dat een Arabisch land, Egypte, president Sisi, dat zij weigeren om tot dusver de grens te openen. Om hulp naar Gazastrook toe te sturen. Ik bedoel, het lijkt soms in de Nederlandse media alsof het de schuld is van Israël. Maar dat is een besluit van Egypte om die grens open te doen of dicht te houden. Want de goederen staan daar al klaar, toch? Er staan tientallen vrachtwagens klaar. Ja. En ja, volgens mij een oplossing voor het vluchtelingenprobleem zou kunnen zijn. Van, joh, open de grens met Egypte en laat de onschuldige burgers. Ja. Ja, dan is het lastig om te bepalen wie onschuldig is. Maar laat die de Sinaï-woestijn ingaan. Ja. Misschien zelfs een nieuw leven beginnen. Ja, maar Sisi was duidelijk. Hij heeft vorige van de week gezegd van ja, weet je, dan hebben wij de terroristen in ons land. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is zoals we het ook zien. Want als je kijkt wie er voor Sisi aan de macht was, dan was dat de moslimbroederschap in Egypte. Mm. Ja, en er zijn dus duidelijke verbanden en links tussen de moslimbroederschap en Hamas. Dus Sisi die denkt waarschijnlijk ook, en dat rechtvaardigt het niet, want ik denk ook van kom op, er is een humanitaire ramp gaande. Het is jullie broedervolk ook. Open die grenzen, laat ze in het zuiden van Egypte bij wijze van spreken wonen. Maar die denkt van ja, ik wil niet weer dat de moslimbroederschap macht of aandacht krijgt in dat land. Ja. Maar ja, neem niet weg dat er een ramp gaande is over de grens. Ja, en de slachtoffers zijn in dit geval dus onschuldige inwoners van Gaza. Ja. Gevangen in een politiek spel. Ja. Waar ook hun Arabische broedervolken... Ja, toch is het nog steeds lastig te zeggen. Want onder deze mensen zaten ook de juichende menigte die in Gaza stond. Ja, dus ik weet het ook niet. Hoor. Absoluut. Ik wil niet zeggen dat elke inwoner van Gaza natuurlijk niet... Dat kun je nooit zeggen. Nee. Maar... Ja, maar dat stukje opvoeding zit er toch ook in wat ze van Jozef aan hebben meegekregen. Maar los daarvan, ik ben het helemaal met je eens, André, maar het doet toch pijn. Ik bedoel, jij hebt van de week toch ook een berichtje gekregen van een christen uit Gaza. Ja. Dat gaat je aan het hart. Dat is een broeder die in nood zit. En die zij lagen onder vuur in de kerk. Ja, ik kreeg appjes. Die hebben dan verbanden met christenen in het Palestijnse gebied of in de westelijke Jordaan-oever. En ik kreeg echt een noodoproep van bid. Want de christenen die zich hebben verscholen in de kerk liggen onder vuur. Ja. Ja, er stond een Hamas-bunker naast. Ja. Die moest maar goed, dat bericht had hun dan weer net niet bereikt. Nee. En uiteindelijk zijn het wel hun broers en zussen. Het was echt familie. Ja. Want een aantal christenen uit Gaza zijn dus blijkbaar gevlucht naar de westelijke Jordaan-oever. Mm-hmm. Dus vandaar dat ze die verbanden hebben, dat ze met elkaar in contact staan. Ja, precies, en de christelijke gemeenschap is niet al te groot. Nee. Ja. Maar even wat jij nog net zei over Egypte. Iemand appte mij van de week, maar is het dan niet gemeen dat Israël eerst dan gaat zeggen van, nou, jullie mogen vluchten? Zal Israël ook wel weten, die grens die zit potdicht? Nou ja, die grens zit potdicht. Er is één mogelijkheid. Ja. En dat is gewoon die grens openzetten. Want Israël heeft inderdaad gezegd, evacueer naar het zuiden. Ja. Nou ja, in eerste instantie zeiden ze, doe dat in 24 uur. Mm-hmm. Nou, ondertussen zijn we dagen verder. Dus je zou hopen en willen dat er wil is bij het bestuur, maar ook bij de omringende Arabische landen, om die mensen te evacueren. We zijn volgens mij al 5 dagen verder naar die oproep. Of misschien wel 6, 7. Meer, Dus je zou denken, dat zou al in gang gezet kunnen worden. Ja, en er is gewoon één mogelijkheid, dat is die grens openzetten. Maar in plaats daarvan heb ik ook foto's gezien dat er ook echt barricades, en eigenlijk een soort Berlijnse muur zoals we hem destijds kenden in de jaren 80, gewoon gebouwd is. Eigenlijk nog eens een versteviging van die grens. Zo. Dus het is een duidelijke boodschap aan van Egypte aan de Gazastrook. Mm-hmm. Jullie komen hier niet binnen. Niet welkom. Nee, niet welkom. Zo. Ja. Maar dat feit van die muur, de woede daarover wordt geprojecteerd op Israël. Ja. En dat is heel opvallend natuurlijk. Nou, ik begrijp dat ondertussen ook in de live-chat weer wordt gereageerd. Echt ontzettend gaaf dat jullie zo betrokken zijn op deze onderwerpen. Mocht je vragen hebben, ik hoop dat die later in deze uitzending beantwoord worden. Want veel vragen komen ook inmiddels wel overeen. Ja, en één vraag, dan mag jij even recht zetten. Fosforbommen? Gebruikt Israël die? Ja, fosforbommen. Ik las het wat zelf. Wat is het überhaupt? Even voor de, misschien de meiden onder ons, hoor. Ja, nee, ik ga het toelichten. Ja. Ook voor de jongens natuurlijk. Want het is een begrip wat we misschien kennen uit oorlogsfilms of andere materiaal. Maar ik las het zelf ook in de media op een ochtend terug. Israël gebruikt fosforbommen. Ja. Ja, toen dacht ik wel even van, hé, wat is hier gaande? Dus ik ben er ook ingedoken. Mm-hmm. En het is zo dat Israël een type munitie gebruikt, wat bekend staat als witte fosfor. Nou ja, goed, dan gaan natuurlijk de haren overeind staan van wat is dit precies en waarom doet Israël dat? Nou, als je de militaire handleidingen gaat doorlezen over wat witte fosfor is, dan staat het bekend als een munitie wat gebruikt wordt om een rookgordijn op te werpen. Of om een bepaald doelwit, eigenlijk
soort te markeren, zodat het leger weet van hey, hier gebeurt iets en daar moeten we naartoe. Mm-hmm. Ja, wat fosfor klinkt voor mij gewoon heel chemisch. Ja. Ja, ik was vroeger niet in de goed in scheikunde, maar jij hebt het nu over een rookgordijn. Ja, nee, inderdaad. Het heeft twee doelen. Ja. En het wordt ook onder andere gebruikt door Amerika, door Noorwegen, Frankrijk, Duitsland, Denemarken. Andere landen gebruiken het ook. Exact. Ja, ja, heel veel landen gebruiken dit. Maar ook beschaafde landen, zo te horen. Ja, nee, zeker. Zeker. Misschien Nederland ook wel. Maar precies met dat doel dus, om een rookgordijn op te werpen of een doel te markeren. Mm-hmm. Het is wel zo dat fosfor brandwonden kan veroorzaken als het gebruikt wordt tegen burgers. Maar daar is op dit moment geen enkel bewijs van. En het is misschien ook nog goed om te noemen, is dat fosfor niet is opgenomen, of in ieder geval dit type munitie, onder chemische wapens. Ja, ging dat weer juridisch checken, zeg maar. Ja, nee, precies. Ja, je hebt de chemische wapenconventie. Witte fosfor, dus specifiek dit type wat Israël gebruikt, is niet aangemerkt als chemisch wapen. Aha. We kennen die van de Vietnamfilms, denk ik. Fosforbommen, die gooiden Amerika in Vietnam, in Noord-Vietnam destijds. Napalmbommen in de jaren 70. Ja. En dat is een bom die ontploft. Die zit vol met een soort kleverig, teerachtig spul. Dat op het moment dat het met zuurstof in aanraking komt, vat het vlam. En je kunt het niet uitkrijgen. Dus het blijft branden tot het op is. Dus het sproeit over heel veel mensen heen en waar het ook neerkomt. En dan gaat het branden. Het houdt gewoon niet op tot het weg is. En daar, dat beeld heeft iedereen bij fosfor. Ja. Nou, ben ik toch blij dat je het uitlegt. Want ik dacht, wat moeten we met die vraag? Ja, ja, zeker. Maar ja. Dit is wel... Heel veel social media rondgepompt. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en dan even terug naar die oorlog, dat grondoffensief. Ja, jij hebt dus connecties met de baas. Weet jij of het nou al is begonnen of niet? Want ik vind dat ook zelf ook wel onduidelijk. Maar dat is ook een vraag die nu in de live chat gesteld wordt. Ik heb nu mijn telefoon niet aanstaan. Ja. Anders zou je het checken? Of? Voor zover ik weet niet. Nee. En ook nog even, de bedoeling van Israël is dat dus de burgerbevolking ten zuiden van Wadi Gaza terechtkomt. Dat is het zuidelijke stuk van de waar die het breedst is. Ja. Omdat vanaf, je hebt Wadi, dat is een droogstaande rivierbedding, aan de, moet ik even kijken, de oostkant ervan. Dus dat dikke stuk waar Gaza staat, daar moeten de mensen dan heen. Ja. En dan waar die dikke bult ophoudt, waar die knik in krijgt, daar loopt een rivierbedding. Mm-hmm. Die is alleen 's winters als het heel veel regent, staat er water in. En dan daar noordelijk daarvan, dus daar heb je dus de stad Gaza liggen. Ja. En alle andere vluchtelingenkampen, steden, waar dus al die tunnels van Hamas. Dat is de Hamas-basis, zeg maar. Ja. Dus als de burgers daar weg zijn, naar het zuiden, dan kan het leger erin. Dus ik begrijp dat Hamas vooral in het noorden zit van de Gaza? Ja, vanaf het midden, zeg maar, bij Gaza-stad, omdat dat dan altijd gezegd wordt. Dat is natuurlijk een stad die zie je gewoon liggen. Ja, maar ze noemen dat de metro van Gaza. Er zitten 3 of 4 lagen onder, allemaal tunnelcomplexen. Oh, ja. Dus je moet ook naar beneden vechten eigenlijk, zeg maar. Ja. Maar dat is dus van middenin en dan richting het noorden. Heb je een aantal grote steden, vluchtelingenkampen ook deels. Mm-hmm. Dat zijn gewoon, ziet eruit als een stad ook, zeg maar. Ja, maar jij zit dicht bij het vuur. Kan je ons wel verklappen wanneer het wel gaat beginnen? Nou, zo dicht zit ik niet bij het vuur, hoor. Maar, dat is heel lastig te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het veel eerder al verwacht had. Ja? Omdat je denkt, had je moet over. Snel... Want hoe langer het duurt, denk ik, maar dat is even zomaar een vrije analyse, zeg maar. Hoe langer het duurt, hoe meer je dit soort dingen krijgt als die aanval op die kerk. En die raket die viel op het ziekenhuis en allemaal die dingen. Ja, Het wordt steeds lastiger, zeg maar. Om, het komt in de buurt trouwens, want ik had vanochtend contact met een Israëlische vriend. Ja. En hij zit in het leger, hij is een van de reservisten, is opgeroepen. En hij heeft een heel flinke tijd, zeg maar, de afgelopen periode op de basis gezeten. En hij is nu daadwerkelijk in het veld met zijn eenheid in het zuiden. Dus hij gaf ook aan van, ik denk dat het eraan zit te komen. En dat heeft de Israëlische minister van Defensie natuurlijk ook overduidelijk gezegd. Ja. Van, het moment dat het gaat gebeuren is dichtbij. Ja. Maar dan kan Hamas vluchten? Hamas heeft niet gebeld naar de Israëlische kibbutzim van, we komen eraan, willen jullie weggaan? Ja. Hamas waarschuwt niet. Nee, die was een verrassingsaanval. Die ging juist achter die burgers aan. Ja. Israël geeft heel veel tijd, kun jij zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en ook vragen. Worden er nu door Israël oorlogsmisdaden gepleegd en hebben ze dat in het verleden gedaan? Wat zijn we allemaal kritisch op Israël? Ja, nee, prima. Dat is, die vraag krijg je niet over Hamas. Dat is een hele goede vraag. Alleen moeten we ons wel beseffen, oorlogsmisdaad is een juridisch begrip. Ja. Ik kijk er ook als jurist tegenaan. Mm-hmm. En als we nou kijken naar afgelopen week wat daar gebeurd is met een ziekenhuis waar een bom op is gevallen. We weten
Althans, het is vrij duidelijk dat dat waarschijnlijk gebeurd is door de terreurgroepen. Maar er wordt meteen gewezen naar één partij, Israël in dit geval. En er wordt meteen gesproken over een oorlogsmisdaad. Maar om een oorlogsmisdaad vast te kunnen stellen, is in eerste plaats onderzoek nodig. Dus goed onderzoek van wat is er gebeurd, door wie is het gebeurd, wat was de intentie, waar wilden ze voor gaan. Mm-hmm. Ja, en vervolgens zal er dus moeten gekeken worden van, valt dit binnen het juridische begrip oorlogsmisdaad? Mm. Dus je kan op dit moment gewoon nog niet zeggen van, oh, Israël begaat hier een oorlogsmisdaad en daar, of zus en zo. En wat er bijvoorbeeld in 2014 gebeurde, er was ook een oorlog gaande, toen in de Gaza-strook, tussen Israël en Hamas. Nou, men is nog steeds bezig te onderzoeken van wat heeft daar plaatsgevonden. En dat is ook een rechtszaak die misschien bij het internationaal strafhof gaat lopen. Om te kijken van, heeft Israël daar oorlogsmisdaden begaan? Maar ik denk dat het belangrijk is dat het aan een rechter wordt overgelaten om dat vast te stellen. En wat je dus wel ziet op social media en dus ook in de media is gelijk roepen van, hey, oorlogsmisdaad A, oorlogsmisdaad B. Ja, en dat is dus als jurist is dat gewoon hartstikke lastig om dat aan te zien. Want zo werkt het gewoon niet. Omdat het gewoon een heel moeilijk begrip is waar onderzoek voor nodig is. Ja. Ja. Dus ik denk dat jij zomaar op zijn minst een beetje boos was, zeg maar, toen je al die krantenkoppen las na dat zogenaamde bombardement van Israël op dat ziekenhuis. Ja, heel erg verontwaardigd. Want het is eigenlijk gewoon zo raar om te bedenken dat op duizenden kilometers afstand wij kunnen zeggen wie wat waar heeft gedaan. Ja, een uurtje nadat het gebeurd is. Een uur of misschien wel 10 minuten nadat zonder het gebeurd onderzoek. Is. Ja. Je weet ook dat als want er werd geroepen duizenden doden. Dat werd al heel snel, werden het honderden. Mm-hmm. En ik zag vandaag een filmpje, er was die raket is gevallen op een parkeerterrein. En gebouwen zijn beschadigd. Mm-hmm. En een heleboel auto's zijn in vlammen opgegaan, maar voor de rest niks. En er zijn wel mensen bij om het leven gekomen, waarvan we ook niet weten hoeveel. Mm-hmm. Maar, en dat is natuurlijk erg als je in een ziekenhuis ligt, daar gaat het allemaal niet om. Maar het feit dat het zo klakkeloos wordt overgenomen, de Hamas of het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, dat is gewoon een tak van Hamas. Die worden gewoon, dat is, zonder te checken? Ik heb volgens mij de vorige uitzending ook gezegd, ik ga het gewoon weer zeggen. Als je geen luchtmacht of marine hebt, dan ga je gewoon vechten met iets anders. Dus leugens. Ja. Dat kan. Een wapen zijn nou. Zij gebruiken dat al heel lang. En dan begrijp ik dat een moslim ook mag liegen? Voor de goede zaak? Lastig vandaag, hoor. Sorry. Ik ben geen juridische theoloog, maar in principe, wat ik erover gelezen heb, Ik las het vandaag in een van mijn boeken. Ja, maar dat zijn de mensen maar die ik vind het dan zo schokkend dat Nederlandse journalisten, van wie ik verwacht dat ze hun werk goed doen, dat die dat gewoon klakkeloos overnemen. En als dan het Israëlische leger wordt ingevoerd, dan wordt gezegd, dat moeten we nog nader onderzoeken. Dan denk ik, sorry, Hamas wordt gewoon geciteerd. En Israël, dat moeten we nog onderzoeken. Het, dat geeft bij mij echt een stukje machteloosheid bijna. Van dit kan dus zomaar. Ik vind dat echt heel erg. Andries Knevel, hè, de EO-man, zeg maar, die had vandaag op X, was het op Twitter, had hij zo'n een tweet zo van, wat zal er nu is diep geschaamd moeten worden op redacties van Nederlandse mediabedrijven. Dat we allemaal klakloos met die geruchtenstroom van het ministerie van Gezondheid, Hamas, mee zijn gegaan. Ja. En ik hoop dat het inderdaad zo is. We zagen natuurlijk aan het begin een klein stukje in de samenvatting van het nieuws. Mm. Ze hebben een praattafel toen georganiseerd. En er zat Hans-Jaap Melissen, was die man met die kale man met dat brilletje. Ja. Die zei ook, wat je eigenlijk moet zeggen is, we horen dit, maar we hebben het niet kunnen verifiëren. Dat is wat je moet zeggen steeds. Ja. Ja. En geldt dat andersom ook? Andere even kritische vraag. Moeten we ook kritisch zijn op de Israëlische berichten die tot ons komen? Ja, maar daar hebben we hulptroepen voor, zeg maar. De Israëlische pers is zo scherp en kritisch. Ja. Op zichzelf? Op alles wat er gezegd wordt. Mm-hmm. Dat je eigenlijk er van tevoren, al zou de Israëlische regering willen, jokkenbrokken ergens over. Ja, dat is eigenlijk zinloos, want het wordt binnen een paar uur gefileerd en besproken op de journaals. En dan kan iedereen het in de wereld overnemen, zeg maar, en ondertitelen. Mm-hmm. Dus het is nog los van of het juist is, hè, ethisch, maar er is op geen enkele manier een belang of dat je denkt van dat zou toch zinnig zijn als Israël dat. Nee, het is alleen maar, werkt alleen maar nadelig. Ja. Ja. Als ik nog even toch terug mag naar de oorlogsmisdaden. Er wordt nu ook gevraagd, valt het afsluiten van water en stroom daaronder? Ja. En dat blijven we hebben het de vorige keer over gehad, maar dat blijven we horen in het nieuws, hè? Ja, nee, zeker. Vorige week heb ik daar kort bij stilgestaan. Omdat we hoorden in het nieuws dat Israël eigenlijk verantwoordelijk is voor de waterramp en de elektriciteitsramp. Plaatjes van ziekenhuizen zonder stroom. Ja, zeker. Ja, en wat ik al zei, dat is een heel ongenuanceerd beeld. Want je moet je beseffen dat Israël maar voor 50% verantwoordelijk is voor de elektriciteittoevoer naar de Gazastrook. Mm-hmm. En juist
Hamas die toevoerlijnen van Israël naar Gaza heeft gebombardeerd op 7 oktober. Dus ze hebben zichzelf afgesneden van elektriciteit. En als het gaat om water, dan is het 11% volgens mij van toevoer van water van Israël naar, naar de Gazastrook. En voor de rest voorzien ze zelf in die watervoorraad. Het lijkt dat ze helemaal afhankelijk zijn, hè? Dat beeld wordt geschetst. Dus dat is eigenlijk, dat ligt heel anders. En natuurlijk kan je wel zeggen van, oké, ook die 11% hebben ze nodig. Maar het is niet zo dat Israël 2 weken lang die toevoer heeft afgesloten. Enkele dagen geleden, volgens mij 5 dagen geleden zelfs al, hebben ze die toevoer weer geopend. En is het Hamas zelf die van waterleidingen raketwerpers maakt. Dus ook daarin is het weer, denk ik, belangrijk om te zeggen van, het bestuur van Gazastrook maakt het de bewoners ontzettend lastig.